We hebben het op station Nijmegen bijna een half jaar zonder piano moeten stellen. Die werd eind december vernield door vandalen. Vrijdagmiddag is met een feestelijke opening door Stichting Buitenspelen een nieuwe piano geplaatst. We hebben net een nieuwe stationspiano op station Nijmegen geplaatst. En deze is heel mooi beschilderd door twee schilderessen, Carine Dokter en Esmeralda Snappaan. En ondersteuning van Claudia McLeod. De piano is aan ons ter beschikking gesteld door pianozaak Arjen Racer. En ook de gemeente en NS steunen ons om dit allemaal te realiseren. Wij zijn een stichting waarmee we publieke piano's plaatsen in het openbaar. Of stations, maar ook in de open lucht. We hebben nu een nieuwe piano na een half jaar pianoloos te zijn. En helaas was die begin november vernieuwd, de vorige piano. Die was ook heel mooi beschilderd, dat vinden we natuurlijk heel jammer. Maar we zijn blij dat we nu weer een mooie piano hebben. We hebben nu een hele fijne samenwerking samen met de gemeente en de NS. De gemeente zorgt voor het gewone onderhoud. Dus zij financieren het stemmen. En de NS zal zorgen dat de kosten gedekt worden wanneer er eventueel schade optreedt. Wij merken als NS, als er iets is met de piano, dat reizigers hem zo erg waarderen. Dat social media, onder andere Twitter, Facebook, krijgen wij heel erg veel reacties. Vandaar dat wij de piano, laat maar zeggen, iedere keer repareren of laten terugkomen. Omdat de reizigers hem zo erg waarderen. De gemeente sponsort het stemmen. De pianozaak heeft de piano zelf ter beschikking gesteld. Arjen Racer. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, je merkt het, ik merkte het ook als ik hier zat te stemmen, ook de respons die je al krijgt. En dan ga je zitten spelen en dan denk je van nou, mensen die eromheen gaan staan en zo. Superleuk gewoon, echt. Ja, dat is gewoon leuk. Ja.